het aan de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, gevraagd ter aanzien van de toename van HIV-positief gevallen, als dit zo is. De minister ging hierop in en bevestigde deze toename. Inderdaad, wat betreft HIV, we merken dat er een stijging is van het aantal HIV-gevallen. Zeker als we kijken naar de jongere groep, tussen, als het goed is, 16 en 50 jaar, of 45 jaar. U hebt een aantal dingen genoemd. Ik kijk niet vaak naar tv, maar ik heb heel toevallig op één avond zeker 3 spotjes gezien als het gaat om HIV. Ik was ook een beetje verrast, moet ik zeggen, want je hoorde geluiden en ik kreeg zelf niet de gelegenheid om altijd alles te volgen, maar het zijn spotjes die op de televisie worden afgedraaid, dat is één. Dat is misschien niet voldoende, zou u zeggen, maar ik zal zeggen van we zijn wel bezig. Vanuit Stichting Lobby bijvoorbeeld is het PrEP-project, het pilotproject voor PrEP. Ik weet niet of u weet wat PrEP is. PrEP is natuurlijk de profilactische, even kijken waar voor de naam precies staat. Het PrEP is post-exposure profilaxe, ja, pre-exposure profilaxe. Dat betekent dat wij met doelgroepen werken. PrEP is dus een methode om voor de seksuele handeling in principe profilaxe in te nemen, zodat het risico op een HIV-besmetting afneemt. Maar dat kan niet gewoon automatisch gegeven worden aan personen. Mensen dachten van je kan dat even bij de discotheek halen of ergens in het nachtleven, in het uitgaansleven. Er is een protocol aangekoppeld. Er wordt voornamelijk gericht op 2 belangrijke doelgroepen. Dat zijn mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers. Die 2 groepen zijn sowieso de target groups die je onder controle moet hebben, want daar is die verspreiding het grootst. Dus de Stichting Lobby heeft in de afgelopen maanden een pilotproject gedraaid. De resultaten daarvan zijn inmiddels ook al bekend. Het ging om een groep van 50 personen. En we gaan binnenkort samen met Stichting Lobby een uitgebreide persconferentie houden over de resultaten van dit onderzoek en de vervolgstappen. Want uit die analyse blijkt ook dat er ook een toename is, een zorgwekkende toename is van het aantal geslachtsziekten. Dus SOAS, los van HIV, zijn er ook SOAS, STD's, die aan het toenemen zijn. Dus we moeten ons voorbereiden op een grote campagne die we moeten gaan voeren om voorlichting met betrekking tot, maar niet alleen voorlichting, ook diagnostiek en opsporen. Want dat is het. Testen is eigenlijk daar de behandeling. Want als je weet dat je getest bent en de persoon is positief, dan moet je echt gaan behandelen. Als je niet test en mensen komen niet testen, dan zal je ook proactief moeten gaan op dat vlak. Met betrekking tot condooms kan ik ook meedelen. Een beetje een voorschot op die persconferentie is dat wij ook met Stichting Lobby bezig zijn te kijken hoe we in samenwerking ook met Volksgezondheid weer kunnen overgaan tot het kosteloos beschikbaar hebben van condooms. Want die zijn er op dit moment bij Stichting Lobby voor 3,50 SRD, 3 SRD 50 cent. Dat schijnt toch een drempel te zijn. Dan kijken we naar de mogelijkheid om dat te doen onder bepaalde criteria en voorwaarden. Dus HIV heeft onze nodige aandacht.